De Floriade Expo 2022 in Almere is vandaag voor het eerst open voor publiek. Iets voor 10 uur vanmorgen gingen de hekken open. En Marco Verhagen is nu op het Floriade-terrein met een aantal mensen. Marco, wie heb je bij je staan? Ik sta op het Centrale Plein trouwens op het Floriade-terrein. En het oogt een beetje rustig misschien, maar het verspreidt zich echt over die 60 hectare. Dus het is echt wel drukker dan het lijkt. Ik heb sowieso hier naast mij staan Peter en Ria uit Heemskerk. En Timo staat ook naast mij met rugtas en met een verrekijker. Timo Verhagen, dezelfde achternaam als ik. Voor zover wij weten zijn we geen familie, Timo. Nee. Jij studeert dus op de Eres Hogeschool. Hoe is het om te studeren op het Floriade-terrein? Ja, het is wel iets verder weg dan de vorige school. Die zat midden in het centrum, dus dan kon je zo vanuit de trein er naartoe lopen. En nu moet je eerst naar de bushalte. En dan hier naartoe, maar het is wel mooier. Het gebouw is ook mooier. Veel groen. Eerst was gewoon, zat je boven een winkel. En nu heb je al dat groen boven, om je heen. Bevalt goed? Ja, alleen de reis minder. De reis is minder. Maar goed, je bent vandaag ook als bezoeker nu op het terrein. Wat zie je bijvoorbeeld allemaal door je verrekijker? Waar kom je voor? Wat wil je graag zien? Ja, ik wilde kijken hoe het eruit ziet nu het open is. Ik heb nog niet veel gezien. Ik ben vanaf de weerwateringang naar binnen gekomen. Dus ik ben hier ongeveer naartoe gelopen. Dus dat is 500 meter. Ja. Dus de rest van de trein heb ik nog niet gezien. En je eerste indruk? Ja, het was spannend of het af zou komen, maar het lijkt wel redelijk gelukt. Tot dinsdag had ik tentamen, toen waren ze in de druk aan het bouwen. Ja. Maar daar zie je nu niet veel van terug. Maar goed, je hebt nog maar een klein stukje gezien. Dus ik ben ook al een stukje achterin geweest. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Peter en Ria uit Heemskerk. Een van de weinige Nederlandse bezoekers, denk ik. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja. We zijn vanmorgen op zoek geweest naar wat Nederlands sprekende mensen. Het is toch altijd net even makkelijker. Anders moet je het allemaal vertalen en zo. Niet dat ik het niet kan, maar het kost allemaal zoveel tijd. Dus we hebben heel veel mensen aangesproken. Ze zijn allemaal yes or nine or nou ja, in ieder geval Engels of Duits. Hoe is het om zo dicht bij huis die Floriade te bezoeken? Is dit jullie eerste Floriade-bezoek ooit? Nee, we zijn ook in Hoofddorp geweest. En in Venlo. Venlo. En nu hier. En Peter, heb je er echt naar uitgekeken totdat die Floriade open ging? Nou, niet echt naar uitgekeken. Het is een andere kant. Je hebt, in Nederland heb je veel meer parken natuurlijk waar je alles kan bekijken. Het is natuurlijk, de Keukenhof is nu ook weer open. En dit is natuurlijk wat grootschalig. De Keukenhof is wat meer bloemgericht en zo. Dit is wat meer parken en met huisjes en bomen en struiken. En, ja, had ik wel helemaal opgezet. En grootte natuurlijk. En dat, ja, een beetje inspiratie opdoen af en toe. Dat je denkt bij je eigen van, zo zou we het ook kunnen doen. En dat je zegt, dit is mooi, dat is mooi. Dus dat is. Valt het mee of valt het tegen? Wat vind je ervan? In het begin vond ik het nog een beetje kaal. Maar zoals hier zie je weer heel veel mooie bloemen. Ja. En het moet allemaal nog groeien. Het is heel mooi opgezet, dat zonder meer. Maar het moet nog een beetje warmte geven. Dus de plantjes een beetje gaan leven? Ja. Ja. De plantjes beginnen nu pas een beetje te komen, dus ja, dat. Waar kom je dan specifiek voor? Is dat dan voor de kabelbaan of is dat dan voor die bootjes of is het gewoon om rond te lopen? Gewoon rond te lopen en om gewoon alles te bekijken. De bomen, de struiken, de planten. En nou ja, goed, je hebt hier zo'n grote man met in het ijzerrepje gestaan. En nou ja, goed, de waterpartijen, alles. Het is, het is gewoon een mooigheid en, de rust die er op een gegeven moment ook vanaf komt. Dat is, dat is een beetje de opzet. De drukte valt mee, hè, omdat het zich zo verspreidt. Het is heel rustig, eigenlijk, ja. Je had het drukker verwacht? Ik had het drukker verwacht, ja. Nou, het is natuurlijk met de coronatijd, de Chinezen, en die zijn er natuurlijk nog niet. En ja, de Engelsen en de Fransen, die zal er wat meer komen. Ja. Maar ja, echt verderop, dat zal nog niet deze kant op komen voorlopig. Ja. Dus die mis je dan allemaal. En dat, dat is wel, wel lekker natuurlijk, dat je gewoon lekker kan. Lekker kan. Jullie is het lekker? Ja, voor ons is het lekker natuurlijk. Ja. Positief. Timo is positief. Jullie zijn in principe ook gewoon wel positief over die Floriade. Ik heb wel wat kritiek gehoord van mensen. Ik werd net al aangesproken door een Floriade-medewerker. Die zei, ik heb je gisteren gezien, maar jullie waren wel een beetje kritisch. Nou, dat mag natuurlijk ook wel een beetje. Wat wij van de bezoekers hebben gehoord, is dat ze zeggen, dan heb ik een kaartje gekocht. En dan moet ik voor het treintje wat apart betalen. Of als ik met de kabelbaan ben geweest en ik wil terug, moet ik daar ook apart voor betalen. Dat is inderdaad wel
Want als je een kaart hebt gekocht voor 30, 35 euro, ja, dan verwacht je misschien dat dat erbij zit. En we hoorden vanochtend ook de directeur Hans Bakker, van de directeur van de Floria, die zei van ja, we kunnen op deze dag kunnen we nog niet alles precies ook ingeregeld hebben zoals het moet zijn. Merk je daar iets van? Ik merk weinig van opstartproblemen. Er zijn wel wat plekjes nog niet helemaal klaar. Je ziet nog wel eens ergens een verfemmer staan dat je denkt, oh, die hadden ze even weg kunnen halen. Maar over het algemeen, het treintje rijdt, de kabelbaan doet het. Ik ben vanmorgen in die parachute geweest met zo'n VR-bril op. Daar mocht ik van Sharon de Miranda, want het is daar in dat Food Forum staan die dingen daar. Heb ik al even een kijkje mogen. Werkt allemaal goed. Ja, volgens mij functioneert het prima. Wc's zijn schoon, terrasjes zijn open, er is wat te eten, er is wat te drinken. Je verveelt je niet. Nou, je hebt dus al een hoop gedaan, Marco. Wat ga je nog meer doen? Nou, ik ga nog steeds op zoek naar Nederlandse bezoekers. Maar ja, zoals gezegd, het is zo groot. Wij probeerden het ook even een stukje te lopen vanaf een treinstation naar deze plek. Nou, je bent gewoon 10 minuten aan een kwartier ben je onderweg. Dus we gaan gewoon langs wat we tegenkomen. Goed, Marco Vragen vanaf het Floriadeterrein. Dank